In de hotrusthallen in Den Haag zijn veehouders en directeuren van zuivelfabrieken uit alle delen van het land samengekomen ter gelegenheid van het gouden jubileum van de Algemene Nederlandse Zuivelbond. Sommigen in de typische klederdracht van hun streek. De zuivelindustrie behoort tot de belangrijkste exportindustrieën van ons land. Zo werd verleden jaar 130.000 ton kaas gefabriceerd, dat is 10.000 ton meer dan voor de oorlog. Bijna de helft daarvan, voor een waarde van 159 miljoen gulden, werd geëxporteerd. Na Nieuw-Zeeland is Nederland dan ook het belangrijkste kaasexporterende land ter wereld. In meer dan 80 landen verschijnt onze kaas op tafel. De kwaliteit wordt vooral op peil gehouden door de hoge eisen die de keuringsraden stellen, waar Gouwenaren en Edammers op eigenschappen als vorm, korst, reuk, smaak en snedigheid worden onderzocht. Een keurmeester moet een bijzonder goede neus hebben en alles in de gaten houden, ook de beroemde gaten in de kaas. Zo wordt ervoor gezorgd dat uw stukje belegen de smaak en geurigheid bezit die u ervan verlangt. Want de keuringsraad gaat met grote kennis van zaken te werk. Maar zij zijn de enige niet, want zo te zien hebben de tentoonstellingsbezoekers er ook wel kaas van gegeten. Zo blijft Nederland garant voor een oud en beroemd product van haar vruchtbare bodem.